Geachte jury, andere aanwezigen. We zijn hier vandaag bij een stelling bijeen. Het minimumloon moet worden afgeschaft. Ik heb net, geachte jury, van de oppositie, van de propositie, pardon, gehoord. Een definiëring waarvan eigenlijk de mond wagenwijd open viel. Zij vinden dat per baan er een minimumloon in het CAO moet worden vastgelegd. Lieve jury, dat is er toch al? We hebben in het CAO al een minimumloon. Wat valt er dan te veranderen? Wat is het probleem? Ik heb geen probleem van de propositie gehoord, jury. Het is, als ik het zo mag zeggen, het is een drogreden die zij hier geven. Er valt niks te weerleggen, jury. De propositie heeft gesproken voor ons. We kunnen rustig gaan zitten en afwachten. Tuurlijk, we kunnen hiermee instemmen. Maar eigenlijk is hier gewoon al een consensus bereikt. Wat valt er hier nog te doen? Ik zat te luisteren naar de waardige spreker en mijn pen in de aanslag, maar ik kon niks bedenken, er kwam niks uit de pen. Je hoort er weer leggen, maar wat valt er te weerleggen? Er is een minimumloon, niemand klaagt. Een minimumloon per baan, ja, er is een minimumloon per baan. Een bankdirecteur verdient natuurlijk niet evenveel minimum dan een vakkenvuller. Ja, meneer. Zij hebben hetzelfde minimumloon, alleen gewoon betaald. En de bankdirecteur bepaalt volgens mij, zover ik weet, zijn eigen loon. Dus. Oké, jury, wat ik hier hoor is nog steeds niet heel erg sterk, vind ik zelf, naar mijn eigen mening. Een bankdirecteur bepaalt natuurlijk niet zijn eigen loon. Dit gaat in combinatie met de vakbond en met een werkgever. Er zijn genoeg mensen die de functie bankdirecteur als voorbeeld willen. Denkt u echt dat een werkgever zo erg gaat onderhandelen met iemand als er nog genoeg aanbod op de arbeidsmarkt is? Waarom zou je iemand een hoger loon geven als iemand anders zegt, weet u, ik werk voor een lager bedrag, ik lever hetzelfde werk, dezelfde kwaliteit, dus ik werk voor een minimumloon, sorry dat ik het weer zeg, die er al is in het CAO. Wat valt er te discussiëren? Dat vraag ik mij af, jury. Ik weet niet zo goed wat ik erover moet zeggen nog. De propositie omhelst hier de oppositie bijna, kan ik het noemen. Het is, ja, de definitie. Ik denk als je het nu tegen een minister zou zeggen, die zegt, ja, wat valt er te discussiëren? Dat is toch al besproken, dat staat al in het wetboek. Wat valt er nog te doen? Ik weet het niet.